Belangrijk duel in de strijd voor de eindronde. Antwerp, derde in de rangschikking, ontvangt het nummer 5, Doornik. De ploeg die wint komt wel heel dicht bij die eindronde. Beide ploegen lijken ook in vorm. Doornik haalde uit de jongste 5 wedstrijden 9 punten. Antwerp 11 punten. Antwerp zal vooral moeten opletten voor de blonde Dorizon. Hij scoorde vorige week 3 keer tegen Hamme. Inworp Antwerp. Slovic. Voorzet. Pivaljevic met de kopbal over het doel van Gueguin. Darko Pivaljevic liep vorige week nog een neusbreuk op tegen Namen, maar speelt toch nog zonder masker. Slovic zet goed door. Kemonier goed aangepakt en prachtig binnengeschoten. Emmanuel Kemonier met zijn 17e doelpunt van het seizoen. 1-0 voor Antwerpen na 40 minuten spelen. Goed aangenomen en in de draai voorbij Gueguin geschoten. En Svilar is daar heel tevreden mee. Setti tot bij Kemonier. Kemonier voorbij zijn man. Die moet scoren, achteruitgelegd tot bij de Vriezen. Maar weg is de kans. Grote mogelijkheid daar, de tweede helft dan. De Vriezen wordt in de diepte gestuurd. Hij heeft heel veel ruimte. Een stekende voorzet en Kemonier. Mysterieuze kans. Kop naar beneden en de bal tikt over het doel van Gueguin. Emmanuel Kemonier. Zet hij. Oula. Dorizon met de kans. Hij mist. Maar wat een flater daar in de verdediging van Antwerp. Het is Setti die de bal terugspeelt en Dorizon zit ertussen. Maar trapt op Ristovic. Kemonier. Pivaljevic. Slovic. De Vriezen. Goede voorzet en binnengekopt door Kemonier. Deze keer wel. 2-0 voor Antwerp. Het 18e doelpunt van Kemonier. Slecht gedekt daar door Scarpino. En Antwerp richting eindronde. Dorizon. En binnengetikt door Guillemot. Op het einde van de wedstrijd mildert Doornik de score tot 2-1. Dorizon. En dan staat Guillemot daar helemaal alleen. Maar het blijft in Antwerp-Doornik 2-1. Antwerp dus op kruissnelheid richting eindronde. En daar is Radko Svilar heel erg gelukkig mee.